Hollywood-koppels kunnen altijd op warme belangstelling van de pers rekenen. Zo weten we dat Brad Pitt tegenwoordig aan de zijde van Angelina Jolie te vinden is. He's sweet and he's funny. Inmiddels heeft de ex van Brad Vince Vaughn aan de haak geslagen. I love the enthusiasm, I love the energy. Jennifer was nogal in het nieuws door haar recente scheiding van de heer Pitt. Man, she gotta be a lesbian. She is not a lesbian. Inmiddels hebben we een aardig idee van wat Tom Cruise ziet in Katie Holmes. She's been very kind of... Katie heeft Tom in vuur en vlam gezet, want ze verwacht nog dit jaar een kindje van de 43-jarige acteur. Well, maybe you can have one just like it someday. Helaas gaat het in Hollywood op het gebied van relaties ook wel eens mis. Zo moet Jake Gyllenhaal zien te overleven zonder Kirsten Dunst. Want zij hebben besloten uit elkaar te gaan. He's out of my head now. It's over. Bij Film 1 laten we je liever zien wat deze dames en heren presteren voor de camera. De beste Hollywood-couples. Deze maand, elke zondag, alleen op 1.